ADO Den Haag zet de goede resultaten na de winterstop voort. Met een ouderwets Haags kwartiertje, een strijdlustig team en hard werken kregen de geel-groenen de bezoekers uit Almelo uiteindelijk op de knieën. Eindstand 3-1. Mike van Duinen speelde een sterke wedstrijd en had met twee treffers een groot aandeel in de Haagse zegen. Jeroen Chery was verantwoordelijk voor de genadeklap van Heracles en maakte de 3-1. Maurice Stijn kijkt tevreden terug op de middag. Ja, ik heel tevreden over, met name de manier van spelen. Belangrijke rollen voor Coutinho, voor Van Duinen. Maar is dit het ADO Den Haag waar jij het hele seizoen al aan werkt? Ja, dit komt steeds meer in de lijn hoe ik het wil hebben. De tegenstander heel snel onder druk zetten. Dwingen tot een lange bal. Nou, dan hebben we achterin een paar mannetjesputters staan waar weinig spitsen iets tegen in de melk te brokkelen hebben. En van daaruit moeten we gewoon aan het voetballen toe komen. En dat, als je ziet hoe vaak Pasveer vandaag de bal heeft moeten trappen omdat hij onder druk gezet wordt. Dat is wat ik wil. Maar dat kost kracht. Dat kost conditioneel veel. Dat kost ook bereidheid. En het moet ook in elkaar vallen en dat deed het vandaag. We begonnen op zich wel aardig, denk ik. En op een gegeven moment was het wel wat moeizamer. Gewoon een goede ploeg, Heracles. En de tweede helft zei de trainer ook van ja, nu gaat het gewoon puur op bikkelen aankomen. Want een beetje vergelijkbare ploegen, ook gelijkwaardig. En kerels zijn de tweede helft. En dan toch weer die 1-1. Wordt het toch weer even spannend? Ja, inderdaad. Wij scoren ook de 1-0, maar zouden in principe ook misschien wel de 1-0 kunnen scoren. Nou ja. 1-0 voor, heerlijk. En ik hoorde die supporters zingen het Haagse kwartier en het viel een beetje verkeerd uit. En 1-1, maar uiteindelijk zie je gewoon dat we veerkracht hebben. En gewoon om kunnen zetten weer naar een 3-1. Knap. Mike, gefeliciteerd. Wat gingen ze erin vandaag? Ja, lekker. De tweede helft ging lekker. De eerste was heel mooi, maar die tweede was vooral heel belangrijk volgens mij. Ja, zeker. Een kwartier van tijd komen ze op 1-1. Dan heb je er niet meer zoveel tijd om er nog één te maken. Maar die valt op een mooi moment. Nou, hebben we dit vaker meegemaakt dit seizoen, hè? Toch weer die gelijkmaker. Maar nu trekken we daarna gewoon door en maken we het af. Ja, precies. We pakken het gelijk weer op. En dan maken we gelukkig die 2 en de 3-1. Team zien we groeien. Jou ook. Merk je dat zelf ook? Ja, zeker. Ik merk gewoon dat ik sterker word. En dat ik steeds meer waarde heb voor het team. En dat is voor mij belangrijk. Het publiek achter je, dat merkte je vandaag ook heel goed. Ja, dat was kicken. Dat was echt kicken. Ja, wat doet dat? Ja, dat geeft echt geeft gewoon een kick. En dat is gewoon hartstikke gaaf. En ga je nu vanavond al stiekem op zoek op internet naar hotels in Europa? Nee, we gaan, dat heb ik net ook gezegd, we gaan niet de doelstelling. Wij willen van week tot week kijken. Het zou gek zijn als ik zou zeggen dat we er niet voor willen gaan voor die play-offs. Maar het staat nog steeds heel dicht bij elkaar. En ik wil mijn nog steeds jonge ploeg geen onnodig druk opleggen door de doelstelling ineens bij te stellen. Met nog een week of 4-5 te gaan willen we dat heus wel uitspreken, maar daar vind ik het nu nog te vroeg voor. Volgende week AZ uit. AZ moet ook te doen zijn. Nou ja, dat op basis van de ranglijst zou je dat zeggen. Maar AZ is natuurlijk een goede ploeg en die spelen natuurlijk ver beneden hun stand. Die hebben ook niet voor niks de bekerfinale gehaald. Dus dat zal ook weer een heet potje worden.